Samen genieten van een heerlijk varkenskroontje. Want heerlijk duurt het langst. Van 18 tot 22 februari organiseert de Vlam de Week van het Varken. Het is de bedoeling om het varkensvlees bij jonge mensen die hotelschool lopen meer in de pictures te brengen. Het orgelpunt is een kookwedstrijd hier in hotelschool Piva. De spannende ontknoping daarvan zien jullie volgende week. Maar eerst terug naar de Week van het Varken. Mijn collega Johan Segers nam enkele jonge gasten mee op pad naar een varkenshouderij. Ze moeten het al zien geboren worden, zien opgroeien. En dan krijg je bepaald respect. En als je dat respect hebt, dan kun je ook beginnen koken en kun je goede dingen maken. En zo'n varken verdient dat ook. Varkens zijn heel nieuwsgierige dieren, intelligente dieren. Die gaan ook naar je toe komen. Blijf gewoon rustig staan. Ze gaan wel aan je overal knabbelen, maar dat doet geen pijn. Vanaf 2013, 1 januari 2013, is het verplicht om alle dieren los te laten lopen. Enkel in de werpfase moeten ze in een kraam gooien. Ze letten echt heel hard op het varken. Stressvrij blijft in alle omstandigheden. En ik denk wel dat dat kan leiden tot extra kwaliteitsvol vlees. Via deze leidingen gaat het naar de vleesvarkens. Hè. Komt allemaal de voeding door. We werken hier vooral met lokale producten. Mm-hmm. En het is de bedoeling dat onze varkens rustig groeien. Ze krijgen 3 maal per dag hun maaltijd. En daar zitten aardappelen voornamelijk in, bierkist, granen. Het is eigenlijk ook echt iets van bij ons. Het is natuurlijk dan de basis van onze eigen voeding. En daarom vind ik het ook fantastisch dat er toch zo vrij jonge mensen zijn die ook in dat product geloven, die investeringen doen, die dat met passie doen. Het is heel belangrijk dat elke kok toch een bepaalde notie heeft wat dat vlees is en het ook kunnen uitbenen. Welkom bij Beenhouwerij van Gramberen, een ambachtelijke familiezaak in Boutersen. Hoe dichter bij de nek van het varken, hoe vetter het vlees, hoe smakelijker het vlees ook is. Ga je liever naar de magere kant, dan ga je naar de filetcoteletten. Hoe meer het vlees aan het been zit, hoe lekkerder het is. Wat we zeker moeten aanstippen is het gebrek aan chauvinisme in Vlaanderen. We hebben zoveel mooie producten en we doen er eigenlijk veel te weinig mee. We gaan het uiteraard hebben over het varkenskroontje, dus dit gedeelte hier, dat zich heel goed leent in zijn geheel te braden. Men kan het bijna varkenskotalos gaan noemen. Dus ik ga jullie nu even tonen hoe we dat kroontje uit dat varken gaan halen. De sterke mond. Voilà. Ons halve varkens. Dit is een vak apart. Hè. Echt, hier is kennis vereist. Eerst en vooral de aankoop, heel belangrijk. De Beno weet perfect welke kwaliteit hij wil. Ook zijn behandeling van het vlees. Moet eens kijken hoe mooi, mooi stuk vlees dat is. Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen een gewoon gebraad en een kroontje? De beentjes. De beentjes aan het vlees, aan het gebraad laten. En dan kan ik de onderste beentjes nog even wegsnijden, dat we dan nadien mooi kunnen doorsnijden. Hoe zouden jullie dit nu klaarmaken? Of dichtschooien in de pan en dan rustig laten verder gaan in de oven. Rustig klaarmaken. Heel belangrijk. Het vet gaat het vlees zeker sappiger houden. Van het varken is alles bruikbaar, van kop tot staart. Ik ken een specialist die met al die andere dingen nog zoveel mooier dingen kan maken. Là, on voit déjà les quelques produits et c'est intéressant de les voir maintenant. Hein. Donc, on a bien entendu les oreilles, les joues, le groin, donc vraiment la fin de la tête et bien entendu les pieds. Ce qui est intéressant avec le porc, c'est qu'on cuisine, comme disent les Anglais, nose to tail. Donc, on va commencer à cuisiner des parties qu'on n'avait pas l'habitude de cuisiner. Je ne pense pas que dans les écoles, on voit beaucoup ça. Vous avez vu ça déjà à l'école? Non. Non, hein. Vous voyez déjà ce qu'on peut faire avec de simples oreilles. Ça, c'est une mousse qui est faite à partir du jambon de cochon. Hein. Visuellement sur l'assiette, quand on découvre le porc sous cette forme déjà très travaillée, ça donne envie, même si on est d'une génération forcément où on n'avait pas mangé ça. Mais au départ, quand on a servi des anciens plats comme ça, des oreilles, je ne veux pas des oreilles. Et puis finalement, le voisin à côté mangeait et puis disait, mais c'est ça les oreilles, moi je veux goûter aussi ça. Il heeft allemaal zo zijn aparte smaak ook. Ja. Hè. De borden waren zeer origineel gedresseerd, vond ik. Bijvoorbeeld die mousses en dan daarbovenop nog een gelei. Dat is zeer inventief. Als dat de jonge mensen volgende week op de kookwedstrijd niet gaat inspireren, ja, dan weet ik het ook niet meer. Dus volgende week zeker kijken.